Twee vaak voorkomende redenen waarom mensen geen gewicht verliezen, is eerst en vooral de trainingsintensiteit. Daarbij wil ik zeggen, bij de krachttraining jezelf durven uitdagen. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om 12 herhalingen te doen met een gewicht die je zelf 25 keer zou kunnen tellen. Ook bij de cardiotraining van hetzelfde, durven uit je comfortzone stappen en een hogere intensiteit halen. Ten tweede, en waarschijnlijk ook de belangrijkste, is het voedingspatroon. Het gebeurt veel dat de mensen uren komen sporten, maar het simpelweg niet kan compenseren met het dagelijkse voedingspatroon die ze hebben. Het kan ook zijn, andere mensen gaan net te extreem hun voeding aanpassen, waardoor ze in het begin wel eventjes gewicht verliezen, maar daar al heel snel na op het plateau komen. Simpelweg omdat het metabolisme dan begint te dalen. Vraag gerust naar ons Just Move Slim concept en laat ons helpen bij de training en bij de voeding.